Goedemorgen, kan ik u helpen? Ja, ik kom voor een rondleiding voor dit gebouw. Oh, oké, dan ga ik even voor u bellen. Neemt even plaats. Dank je. Heeft u misschien zin in een kopje koffie? Ja, graag. Goed, ga ik voor u doen. We zien dat gasvrijheid in de zorg steeds belangrijker is geworden de afgelopen jaren. Uit ervaring weten wij dat de rol van koffie en thee daarin heel erg belangrijk is. Daarom hebben wij, omdat wij graag dagelijkse momenten waardevoller willen maken, het warm welkom concept ontwikkeld. Zo, alstublieft. Dank je wel. Geniet ervan. Ja, dank je. Met dat gasvrije concept kunnen wij zorgorganisaties helpen om echt onderscheidend te zijn. Belangrijke elementen van dit gasvrije concept zijn gasvrouwen of barista's in plaats van receptionistes, een lage bar in plaats van een hoge balie en goede koffie en thee schenken in een warme ambiance en een couleurlokaal. Dag meneer Veenbrink, kan ik u helpen? Ik zou graag een bakje koffie willen hebben. En met een lekker plaatje cake heb ik vandaag wel verdiend. Goed zo. Gaat u lekker zitten? Kom ik u brengen. Dank u. Ik geniet hier elke dag. Heerlijk. Binnen Zinzia gaan wij voor goede en liefdevolle zorg. En in die liefdevolle zorg is niet alleen de zorg die verpleegkundigen bieden van belang, maar is ook de leefwereld van belangrijk. Dat doet ertoe. En daarom hebben we onze receptie, onze traditionele receptie, vervangen door een warm welkom. En dat hebben we samen met Douwe Egberts gedaan. Een heerlijke plek waar je binnenkomt, waar je je welkom voelt en aan de stamtafel kunt plaatsnemen met een dampend kopje koffie. Welkom.